Doorheen het verleden heeft de mens zich steeds proberen te verweren tegen de vernielzucht van een ongecontroleerde brand. Met beperkte middelen, maar gebundelde krachten, trachtte de eerste compagnie brandmeesters in 1842 de schade te beperken. Ondanks hun inzet en motivatie gebeurde de brandbestrijding op vrij amateuristische wijze. In de loop der jaren heeft de brandweer zich weten te bekwamen en is de organisatie uitgegroeid tot een heus bedrijf met professioneel materiaal en een moderne infrastructuur. De huidige kazerne werd in gebruik genomen in 1985 en is ondertussen meermaals gemoderniseerd. Ook het korps zelf evolueerde mee. Het huidige korps bestaat uit een 30-tal beroeps- en een 70-tal vrijwillige brandweermannen en promoveerde in 1992 van een Z-korps naar een I-korps. Deze bevordering bracht meer bevoegdheden, maar ook verplichtingen met zich mee. Met al deze middelen beschermt Brandweer Lommel een gebied dat zich uitstrekt over de steden en gemeenten Lommel, Overpelt, Neerpelt en Hamond-Achel. Het betreft een gebied van bijna 23.000 hectare, waarvan 30% bebost is, waarin een groot aantal diverse ondernemingen gesitueerd zijn en ruim 72.000 mensen wonen. Omdat men steeds streeft naar een snelle en efficiënte hulpverlening binnen dit groot gebied, werd midden 2010 de nieuwe voorpost te Neerpelt in dienst genomen. Brandweer Lommel maakt gebruik van de nieuwste technologieën om te voldoen aan de wet van 15 mei 2007 die de beginselen van de snelste adequate hulp uitstippelt. Een intern computersysteem verwerkt de beschikbaarheid van alle brandweermannen en daardoor kunnen deze zichzelf makkelijk van thuis uit in en uit dienst zetten. Zo heeft de korpsleiding steeds een goed zicht op de beschikbare manschappen. Met behulp van moderne communicatietechnieken treedt, bij een dringende oproep door het hulpcentrum 100, automatisch een proces in werking, waarbij de beschikbare brandweermannen verwittigd worden via een bieper en per sms. De locatie van de interventie wordt rechtstreeks en digitaal verzonden naar de gps-toestellen in de voertuigen. En de brandweermannen worden reeds in de kleedkamer op de hoogte gebracht van het type interventie. Ondertussen neemt het hulpcentrum 100 telefonisch contact op met de centralist aanwezig op de centrale van Brandweer Lommel en van daaruit wordt de interventie verder gestuurd en gevolgd. Interventieplannen en sleutels van gebouwen of bedrijven worden aangereikt door de centralist aan de bevelvoerder. Dit alles zorgt er mee voor dat er zo weinig mogelijk tijd voorbij gaat tussen het moment dat de oproep binnenkomt bij HC 100 tot de aankomst van de eerste brandweerwagens ter plaatse. In het kader van het organiseren van de snelste hulp zijn we hier intern op zoek gegaan naar mogelijkheden om tijd te winnen. Buiten het organisatorische waar iedereen aan denkt, de bereikbaarheid van de kazerne verbeteren, zorgen dat vrijwilligers hun voertuigen korter bij kunnen parkeren, de interne flow tussen binnenlopen van de manschappen, zich aankleden en vertrek zo logisch mogelijk in elkaar steken, hebben we ook een beetje naar de toekomst gekeken en hebben we het informatica gebeuren of nieuwe technologieën is onder de loep genomen. We hebben daar eigenlijk gemerkt dat door daar intensief gebruik van te maken en eigenlijk dat te integreren in ons systeem, we aanzienlijke tijdswinst konden boeken. Moderne infrastructuur en middelen stellen de brandweer in staat om snel en in alle mogelijke omstandigheden waarbij mensen, dieren, milieu of goederen in gevaar verkeren, hulp te bieden. De taak van een brandweerman is dus zeer uiteenlopend en uiterst boeiend. Brandweer Lommel doet gemiddeld zo'n 2000 interventies per jaar. Slechts een gedeelte van deze interventies bestaat effectief uit het bestrijden van brand. De overige vallen onder de 22 overige taken van de brandweer, zoals hulpverlening bij verkeersongevallen, gaslekken, instortingen, het reinigen van de openbare weg, het uitvoeren van duikopdrachten, het verdelgen van wespen enzovoort. We overlopen even enkele specifieke types van interventies. Brandbestrijding. Wie brandweer zegt, denkt meteen aan het blussen van branden. Dit sluit nauw aan bij het klassieke beeld dat men van de brandweer heeft. Gaspakinterventie.
Industriezone Noord-Limburg heeft heel wat chemische industrie en bedrijven die met gevaarlijke producten als grondstof werken. Wanneer daar iets misloopt, moeten de brandweermannen kunnen tussenkomen met gaspakken zonder dat ze zichzelf in gevaar brengen. Bevrijdingsinterventie. Bij deze oefening op het testterrein van Fort Lommel werken de Lommelse brandweer en de bedrijfsbrandweer van de Fort samen om de slachtoffers van een verkeersongeval uit hun verhakkelde voertuigen te bevrijden. Duikinterventie. Naast vuur kan ook water een geduchte vijand zijn voor de mens. Brandweer Lommel beschikt dan ook over een aantal getrainde duikers voor allerhande zoek- en bevrijdingsopdrachten onder water. Grootwatertransport. Water is niet altijd een vijand. Geregeld heeft men ook grote hoeveelheden water nodig voor brandbestrijding. Met andere Limburgse korpsen zijn afspraken gemaakt om op korte tijd en met specifiek materieel te beschikken over zeer veel bluswater. Dit kan zowel via tankwagens gebeuren als via een arsenaal aan slangen en pompen om water van punt A naar punt B te brengen. Hoogteredding. Om veilig te werken op hoogte en omdat slachtoffers zich niet altijd op plaatsen bevinden die gemakkelijk toegankelijk zijn voor de hulpverleners, komen er soms speciale klimtechnieken aan te pas om ook deze mensen in veiligheid te brengen. Bosbrandbestrijding. De Noorderkempen is een heel bosrijke streek. 30% van de beschermde zone is natuurgebied. Een zaligheid voor buitensporters en natuurliefhebbers, maar bij een warme, droge zomer kunnen deze oases van rust en schoonheid in enkele minuten veranderen in een waar inferno. In extreme gevallen kan de brandweer dan beroep doen op de luchtsteun van de federale politie. Vliegtuigcrash. Een incident uit onverwachte hoek. In de nabijheid van de luchtmachtbasis van Kleine Brogel is een incident met vliegtuigen uiteraard nooit uit te sluiten. Daarom wordt ook geregeld samen met de korpsen van naburige zones en de militaire brandweer getraind op de heel specifieke aanpak van dergelijke incidenten. Wie via het noodnummer 100 of 112 om medische bijstand vraagt, komt op de centrale in Hasselt terecht. De centralist van HC 100 bekijkt de beschikbaarheid van alle ambulances met behulp van specifieke software en geeft de opdracht aan de dichtstbijzijnde beschikbare ambulance om naar de plaats van het onheil te gaan. Wanneer dit één van de twee ambulances van brandweer Lommel blijkt te zijn, zullen twee goed opgeleide ambulanciers uit een groep van een dertigtal met een ambulance ter plaatse gaan. Indien extra medische hulp noodzakelijk is, kan via het HC 100 de dichtstbijzijnde beschikbare mug met een gespecialiseerde mugarts en een verpleegkundige ter plaatse worden gestuurd. Een goede samenwerking tussen de verschillende medische diensten is van levensbelang. Een belangrijk aspect binnen brandweer Lommel is ook preventie. Hieronder verstaat men het verstrekken van adviezen in verband met de veiligheid, dit zowel voor gebouwen als evenementen, en het uitvoeren van controles hierop. Ook deze informatie wordt digitaal verwerkt. Documenten, architectplannen en extra informatie worden nauwgezet bijgehouden in het archief en er wordt een beknopte bundel van deze gegevens als interventiedossier bewaard op de centrale ter ondersteuning bij een interventie. Een goede kennis van het te gebruiken materieel, evenals een efficiënt inzetten van de beschikbare middelen, is van groot belang. Men tracht dit te bekomen door veelvuldig te oefenen met het materieel, maar zeker ook door een goed onderhoud ervan. Dit onderhoud gebeurt grotendeels intern door de beroepsbrandweermannen van het korps. De brandweerkazerne bestaat uit verschillende ruimtes, elk met een specifieke bestemming. Zo heeft men een administratieve blok, waar de verkregen informatie met betrekking tot preventie en de andere administratieve taken worden verwerkt. Omdat brandweer Lommel grotendeels zelf instaat voor het onderhoud van materialen, beschikt men over verschillende technische ruimtes, telkens voor een ander doeleind. Zo wordt het onderhoud van de verschillende brandweervoertuigen uitgevoerd in de garage met smeerput en takelbrug. Er
herstellingswerken aan de infrastructuur, het interieur of het meubilair worden uitgevoerd in de werkplaats. In het persluchtlokaal wordt al het materiaal met betrekking tot perslucht, duikinterventies, hoogteredding gereinigd en indien nodig hersteld. Het onderhoud van de brandslangen gebeurt in een speciaal daarvoor ingerichte slangenruimte met de typische slangentoren voor het drogen van de slangen, de eyecatcher van de kazerne. Belangrijk bij de brandweer is teamwork. Om de verschillende taken, activiteiten op elkaar af te stemmen, is overleg dan ook van groot belang. Dit gebeurt onder meer tijdens de ochtendbriefing. Vergaderingen en opleidingen van het brandweerpersoneel dragen eveneens hiertoe bij. Deze vinden plaats in de vergader- en leslokalen van de kazerne. Aangezien een goede fysieke conditie noodzakelijk is, is er een sportzaal voorzien in de kelder met allerlei fitnesstoestellen. De centrale is het hart van de kazerne, van waaruit de interventies aangestuurd en gevolgd kunnen worden. Deze ruimte is uitgerust met telefoons en communicatiemateriaal, pc's waarop alle nodige informatie terug te vinden is en een kast met interventiedossiers van de meeste locaties in het beschermingsgebied. Brandweerwagens staan, steeds klaar voor vertrek opgesteld, in de stelplaats. In de ruimte, grenzend aan de stelplaats, hangt de interventiekledij van alle brandweermannen. Deze kledij hangt zo klaar dat in een mum van tijd de brandweerman klaar is voor de interventie. Ieder heeft er ook een kastje om persoonlijke spullen in op te bergen. Sport is een belangrijke pijler binnen het brandweergebeuren. Gedurende het hele jaar worden er door de verschillende brandweerkorpsen sportieve activiteiten of competities georganiseerd, waaronder de jaarlijkse grensloop in Lommel. Een andere belangrijke gelegenheid is de viering van de patroonheilige van alle gevaarlijke beroepen, Sint Barbara. Om de burger een blik te geven achter de schermen van Brandweer Lommel, organiseert deze om de 2 jaar een open deurdag waarbij al het brandweermaterieel wordt tentoongesteld, demonstraties worden gegeven en de nodige randanimatie wordt voorzien. Brandweer Lommel staat steeds paraat voor u. Know you're home.
You always know you're home. We are one. Madly. Whatever we do, this much is true. This much is true. And while it's good enough for you, it's good enough for me as well. And whatever comes to you, be friend, we are one. Maybe whatever we do, this much is true. You always know you're home. You always know you're home. You always. Ook u kan lid van de brandweer worden als u medisch geschikt bent en slaagt voor de lichamelijke testen en selectieproeven. Daarin moet u blijk geven van lenigheid, snelheid, evenwicht en kracht. Eveneens dient u over een stevige uithouding en een dosis lef te beschikken. Technische vaardigheid is een pluspunt, maar vooral moet u zeer gemotiveerd zijn. Ben je 18 jaar of ouder en wil je meer informatie? Neem dan contact met Brandweer Lommel en vraag om een afspraak.